Gisteren plofte ik neer op de bank na een lange dag werken. Ik zat een beetje op internet te kijken en toen kwam ik iets tegen wat ik zo tof vond. Dat ik gewoon dacht, nou, kan ik zelf ook maken. Het gaat namelijk hier om dit. Super vet natuurlijk. Nou ja, impulsief dat ik ben, ben ik vanochtend meteen naar de Gamma gegaan. Langs de speelgoedwinkel voor een skateboard. Omdat ik heb wel een skateboard, maar ik ben nog niet helemaal klaar om die op te offeren hiervoor. En dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon maken. Ik ga jullie laten zien hoe je dat doet. Nou, zoals bij eigenlijk ieder project is altijd het begin het allerleukste. Zo ook bij deze. Ik heb een nieuw skateboard gekocht, omdat ik mijn eigen hiervoor niet wil gaan gebruiken. Wat we gaan doen, we moeten hem even wat ouder laten lijken dan hij daadwerkelijk is, want hij komt net uit het plastic. Dus we gaan hem helemaal afrossen en dan ziet hij er mooi en oud uit. Ik zal wel eerst eventjes de wieltjes en de trucks eraf schroeven. Dat gaat een stuk makkelijker, je wil namelijk alleen die plank gaan beschadigen. Kijk even mee. Oké, voordat ik die plank helemaal uit elkaar ga gooien, dacht ik mij opeens dat ik nog fittingen heb, lampfittingen. En die zijn wit, ziet er niet uit. Dit is de meest goedkope kleur, goedkope fitting die je kan hebben van de Gamma. En die gaan we eventjes verven. Wat ik eerst doe, ik schuur het even op, want dat geeft je het een wat ruwere look. Oké, dan komt nu het leukste gedeelte. We moeten namelijk deze plank gaan vernielen, zodat hij er een beetje wat ouder uitziet. Nou, ik ben klaar buiten adem. Maar zoals je kan zien, ziet hij er nu prachtig en gebruikt uit. En daar gingen we voor. Nou, net zoals klussen ben ik niet zo heel goed in wiskunde. Maar we gaan proberen in het midden hier een puntje te zetten. Dat gaan we dan doorboren. En dat moet er dan, daar moeten de kabels dan doorheen. Maar eigenlijk is deze wel makkelijk, want het S zit precies goed. Dus we doen het midden van de S. En dan is het nu tijd voor het denkwerk, namelijk de elektronica. Ik heb hier 3 kroonsteentjes. Dit wordt mijn bovenkant. En in deze opstelling wil ik ze dus dan leggen. Voor de elektronica heb je nog 4 stukjes kabel nodig. Het is gewoon een simpele plus- en min-kabel is dit. Deze zijn 15 à 16 centimeter lang per stuk en die mag je aan alle kanten gaan strippen. Ik heb zelf geen striptang, dus ik gebruik gewoon een scherp mes. Kijk uit, het is scherp zoals ik al zeg en je wil jezelf niet bezeren. Ik heb hier de 4 gestripte kabeltjes. En het is nu tijd om die te gaan verbinden met de kroonsteentjes die we eerder hieronder bovenop de plank hebben geschroefd. Ja, zoals je kan zien. Zoals je kan zien, als ik hem even neerleg, heb ik er pas 3 fittingen opgeschroefd. Het komt omdat die andere nog een beetje nat was. En ik wil niet dat ik de boel ondersmeer met verf. Dus die zet ik er later op. Nou, het is super eenvoudig. Je doet het ene uiteinde door het gat wat je hebt geboord in de plank. Het andere uiteinde door de achterkant van de fitting heen. En als je dat hebt gedaan, dan draai je hem om. Oké, nou komt het elektronische gedeelte. Oké, nu wil je de plus en de min wil je bij elkaar gaan voegen. Hoe weet je nou welke de plus en de min is? Ik pak in dit geval gewoon de bruine als de min en de blauwe als de plus. Dus je gaat bij elkaar voegen. Je moet natuurlijk goed opletten dat de draadjes niet elkaar raken, de plus en de min. Kijk goed uit dat de koperdraadjes elkaar niet raken. Nou, dan heb ik hier nog een draad met een schakelaar. En die gaan we nu verbinden. Blauw op blauw, bruin op bruin. Dat lijkt me eigenlijk wel vanzelfsprekend. Maar ik zeg dat onder mij even bij voor de zekerheid. Mooi, dan is het elektrische gedeelte echt bijna klaar. Het laatste wat je nog moet doen is de fitting aansluiten. Deze hier zaten bij de fitting. En dat spreekt eigenlijk wel weer voor zich. De plus op de plus en de min op de min. Dan is het nu tijd om je lampen erin te draaien. Ik heb zelf gekozen voor zo'n lamp met een mooie, mooie retro look. Vet, dit is gewoon echt precies wat ik in gedachten had. Echt super tof. Dan gaan we nog even snel een ophangsysteem maken. En dan zijn we, daarna zijn we echt klaar. Dan kan je hem ophangen en ervan gaan genieten. Ik ben er echt al super blij mee. Ik vind hem
Ze zijn echt ziek geworden. Oké, dan moet ik alleen nog een ophangsysteem maken. Het enige wat ik daarvoor ga gebruiken, dat is een klein ooghaakje. En nog een haakje die niet gesloten is. Deze draai je in de muur. En die kleine hier, die draai ik in de bovenkant. Nou, hij is klaar. Ik heb hem opgehangen. Hierachter hangt hij me. Zoals je kan zien. En ik ben er echt super trots op. Ik ben er echt vet blij mee. En het was ook erg leuk om te doen. Ja, als ik moet vertellen of het moeilijk was, ja of nee. Ja, ik moet eerlijk wezen. Ik heb wel een beetje twee linkerhanden. Dus op een schaal van 1 tot 14 denk ik dat dit 6 linkerhanden zijn. Het duurde ongeveer 2 uurtjes om het te maken. Nogmaals wil ik zeggen, kijk uit wat je doet. Als je dit doet, je gaat wel met elektriciteit werken. Heb je hier niet zoveel verstand van. Ja, doe rustig aan. Vraag het ook aan iemand. En doe geen gekke dingen. Word niet overmoedig of zo. Want het zou zonde zijn als je een schok krijgt of zo. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet hem nog niet te delen met iedereen die je kent. Geef ook even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En als je dit nou zelf hebt gemaakt, maak dan even een foto en stuur het door. Dat vind ik echt super tof om te zien, om te kijken wat jullie ervan hebben gemaakt. En tot de volgende keer. Dat is handig.